En tennis is ook verzonnen door de grootste valsspeler die er ooit in de sport heeft rondgelopen. Dus gewoon een gast, komt niet tegen zijn verlies, die heeft gewoon ter plekke de regels verzonnen. Komt niet tegen zijn verlies, heeft ter plekke de regels verzonnen. Ging gewoon twee gasten voor het eerst tennissen zo, pa, pa, en die andere gast, die scoort zo'n punt zo, boem. En die andere gast zo, oké, 1-0 voor jou. Nee, 15-0. 15-0 voor mij. 30-0 alweer. Lekker bezig, Koert-Jan. Lekker bezig, 30-0. Wat de fuck is dit nou weer, weet je wel? Begin die ballen goed terug staan, zo bam. Op een gegeven moment zo 15-30. En die andere gast scoort nog zo'n punt, zo boom. 30-30. En hij scoort nog zo'n punt, zo bam. Hij is oké, 45-30. Nee, 40-30. 40-30 voor jou. Bij de derde keer is in één keer 10 punten erbij in plaats van 15. Het is alleen de eerste twee keer zo. 40-30 voor jou. Is net. Punt voor mij. Nee, je mag twee keer serveren bij tennis. Als die eerste kut was, mag je nog een keer proberen. Het is bij tennis zo. Hij scoort meteen het punt. Die andere gast, oké, nu staat het gelijk. Hij zegt, nee, dit is juice. Juice heet dit. Hij zegt, wat is juice dan? Dat is het nu. Dat is als het gelijk staat bij tennis. Dat heet juice. Hoe schrijf je juice dan? Als in apple juice. Maar dan zonder apple en juice, totaal anders geschreven dan die juice. D-E-U-C-E, juice, juice. Juice. Juice, juice, juice. Juice. En die andere gast komt meteen een punt zo. Boom! Hij zegt, nu heb ik gewonnen. Nee, nu heb je bijna gewonnen. Dit heet voordeel. Dat is als je bijna hebt gewonnen bij tennis. En als je nu nog een keer scoort, dan heb je echt gewonnen. Maar dat is nog alleen nog maar de game, hè. Krijg je nog meer games, nog meer setmen, nog meer games. Ik denk dat we wel 3-4 uur bezig zijn, hoor, vanmiddag. Kan ik je echt garanderen, ja. Dat heet voordeel. Maar dat is zo bij tennis. Je krijgt eerst 15 punten, dan nog een keer 15 punten. Dan 10 punten. En dan woorden. Want dan zijn de punten op bij tennis. Waarschijnlijk omdat we nogal scheutig waren met de punten in het begin. Zijn ze op. En dan gaat zo door en staan gelijk. Op een gegeven moment staan ze helemaal gelijk in games. Staat 6-6 en die andere gaat staan nu 6-6. Wat nu dan? Hij zegt, is het super juice of zo? Hij zegt, nee, tiebreak. Hij zegt, wat is tiebreak dan? Waarschijnlijk komt net een tie langs. Tiebreak. Met een tie praten, weet je wel. Over niet veel koriander in soep doen en zo. Maar ik denk, hij zegt, is vet racistisch. Hij zegt, nee, ik bedoel eigenlijk T-I-E. Helemaal niks met tie, T-H-A-I. In ieder geval tiebreak. En die slaat gewoon die bal op zo, boom. En hij zegt, oké, 15-0. Nee, 1-0. 1-0 voor jou. In de tiebreak is het wel in één keer normale puntentelling, in tegenstelling tot de rest van tennis. Ja, en ik mag nu twee keer serveren trouwens, dus ja. Dus jij bent de grootste valsspeler die er ooit in de hele sport... Quiet, please.